Hallo, ik ben Jan Willem van voorbeter.nl en de volgende videoles gaat over het eindexamen natuurkunde 2011, opgave 6. In deze opgave kijken we naar een versnellingsmeter. Oh, heb ik hem goed? Ja. In deze opgave kijken we naar een versnellingsmeter die mee wordt genomen in een achtbaan en tijdens het versnellen gebeurt er iets met de meter. Dus de meter gaat in de rijrichting en het karretje gaat steeds sneller. Met gebruik maken van een paar basiswetten en eigenlijk de simpelste, namelijk massa is traag, kun je eigenlijk al heel snel gaan zeggen wat hier gaat gebeuren. Namelijk, als ik het balletje niet aan een veer zou vastmaken en het balletje dus los in de buis zou leggen en ik zou de buis die kant op trekken, dan zal dat balletje door gebrek aan wrijving op zijn plaats blijven liggen. Dus het lijkt alsof het balletje naar achteren wordt getrokken. Want jij staat namelijk stil. En op het moment dat je gaat versnellen, stel deze stift is dat balletje, dan ga jij vooruit, maar dat balletje zal niet meteen vooruit willen gaan. Dus jij gaat al vooruit en het balletje blijft hangen. En het eindresultaat daarvan is dat als je dus heel snel vooruit gaat, dat het balletje uiteindelijk op zijn plaats lijkt te blijven vergeleken met de beweging. Als we dan gaan kijken naar de verschillende opties. Dus bij John lag het balletje in het midden. Hij gaat versnellen. Dan komt het balletje dus verder achterin te liggen. Dus 1C is goed. Bij Dave zit de veer aan de andere kant, maar dat maakt helemaal niet uit, want hij versnelt, dus het balletje wordt weer één kant opgetrokken, of lijkt één kant opgetrokken te worden. Het blijft namelijk eigenlijk op zijn plaats. En de veer moet het balletje meeslepen. Dus de veer wordt hier uitgerekt, dus 2B is ook goed. Kijken we dan naar het scoremodel, dan zien we daar ook staan. ...1C en 2B zijn de juiste antwoorden. Punt, klaar. Als je als antwoord hebt opgeschreven 1C en 2B, heb je al je punten. Goed. Ik ben Jan Willem van voorbeter.nl. Dit was een vrij korte uitleg over een examenopgave. Deze opgave was ook niet zo lang. Ik hoop toch dat je iets aan deze uitleg gehad hebt. En kijk ook naar de andere video's over de examenopgave.